Iedereen mijn huis uit, ik vertrouw dit niet. Weg, weg, scheer jullie weg. Goedemiddag en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play. Minecraft paniek! Au! Sorry. We zijn hier samen met... Fowler. En... En... Hey. En... T-Maestro. En... Hi. Ik zei net al. Ik heb het net al gezegd. En... Hi. Ik doe het niet. Nee, laat me er niet nog een keer in poppen. Nee. Oké, ik heb deze aflevering nou... We hebben nog niet echt een break genomen, dus... Nou zien jullie me voor het eerst tijdens de aflevering even een slokje drinken. Kom eens naar mij toe. Wat is er? Ik ben bezig. Ik heb wat voor je. Nee, ik ben bezig. Dat zeg ik toch. Je hebt, 1 minuut. Ja, waar ben je? Kom maar naar mijn huis toe. Ja, waar is dat? Ja, ik sta hier. We hebben gelukkig een luchtalarm. Ik kom maar gewoon naar binnen. Ik kom naar boven. Ja, ik zie je. Ik zit naar Creations. Kom maar naar boven. Ik hoop dat de Wall of Comments wel heel blijft. Ja, ik heb wat voor jou gemaakt. En dat is? Leg daar. Oh, dankjewel. Kijk in je inventory. Kijk in je inventory, je hebt ook nodig gekregen. Ik neem aan dat dat gewoon te maken heeft met de comment die gisteren gewonnen heeft. Hoeveel tornado's komen er nog? Oh, nee. En je hebt dat fight. Yay. Laat maar zien dan. Laat maar zien dan. Je moet echt zo'n schuilkelder maken. Nee toch? Nee. Nee, die bliksem. Oh, ik denk al. Ik blijf gewoon rustig en ik ga gewoon heel erg mooi naar het weerbericht kijken. Dat lijkt mij een veel beter idee. Ik ga gewoon heel rustig naar het weerbericht kijken. En vandaag... Oh, nee! Hoe zijn jullie? Nee! Ik zat er gisteren, zat ik nog lekker Mario Kart op te kijken. En nou krijg ik in één keer... televisienetwerk ligt er al uit. En op een of andere vage manier rekent het die binnen. Maar, nee, echt serieus. Jongens, kom eens kijken. Hier, Towler. Ben jij toevallig monteur? Towler, waar ben je? Ik kom er even aan, hoor. Zo, even kijken. Kijk, waar ben ik? Oké. Waar ben ik? Steven, ja, nou, kijken. Ik zal even... Maar nee, ik heb mijn eigen issues. Ik heb een nieuwe... We hebben een little problem, maybe. Ja, inderdaad. Goedemiddag. Hoi, volgens mij ligt het televisienetwerk eruit. Ik zal even kijken, hè? Waar is de tv? Ja. Ja, oh, je bent toch maar. Ik ben een loodgieter. Nou, je kan het wel proberen. Even kijken. Even kijken. Dude! Oeps, verkeerde knopje. Eruit! Het is helemaal een stuk. Ja, ik ben een loodgieter. Hé, je hebt mijn televisie. Geef terug. Geef. Sorry! Eruit! Hij zegt er niet dat je maar getroffen mag worden door de bliksem! Was ik eindelijk zo blij dat ik geen dead sounds had in de vorige aflevering? Is dat gestopt? Nee. Ik durf gewoon niet naar buiten toe te gaan. Ik weet mijn geluk. Ik weet mijn geluk tijdens deze opnames. Ja, ik ook. En ik sta de creepers komen bij mijn huis. Nee! Nee! Waar zit hij? Geweldig. Ik zie hem niet. Aandacht! Noord! Nee! Hij gaat over de wal komen als hij zo dood blijft gaan. Nee! Vol over jouw huis. Iedereen blazen. Niet over de Wall of Comments! Oh, thank you! Oh! Tornado, wat ben je toch lief? Ja! Je gaat niet zomaar voor mijn huis heen. Hey, ik zie een heel groep. Ik word nou. Ik ga gewoon de strijd aan met hem, helemaal gek. Oh, draait hij nou om? Nee, toch zeker? Ik probeer hem uit de kaart te slaan. Ik ben hier op zijn uitstuk staan. Hij is, niet echt. Maar hij keert om. Slecht! Hoezo keert hij om? Ik heb hem meegenomen!
Tauler. Ja? Everybody's windsurfing. Windsurfing in this game. Wie denk je dat je bent? Airman? Press B to blow. Weet je waar jij in zit, hè, Tauler? De suckzone. Mijn huis is niet meer heel. Ik zie je lopen. Ik was meegenomen. Zo. Dag meneer de. Jij doet toch mee in die film Twister? Ah, dat ben ik. Follow the yellow brick road. Oké, nou in ieder geval de tornado die is geweest. We hebben hem in beeld. Dus nou kunnen we eventjes naar onze between aflevering pauze. Dus dan kan Tau nog heel eventjes rustig zeg maar zijn zooi even fixen. En dan hebben we toch gewoon eventjes de break die we normaal gesproken between aflevering hebben. Dus wij zijn zo natuurlijk zoals altijd. Oké, ik zal eerst eventjes de schade laten zien. Ik lag maar even kapot. En Taulus zegt, nee. Je pikkies zijn weer weg. Dit. En je pikkies zijn weg. Ik vind het zo mooi, ik hel nu. Doe mad, bro. Ik moet zeggen, dit zijn eigenlijk twee van die geweldige afleveringen. Mijn huis is heel na. Jouw heg. Maar ja, in ieder geval, je hebt geen schade in je huis. Alleen maar een beetje aan de onderkant van je huis, hier zo. In mijn huis is ook nog. Hey, kijk, ik kan jouw huis binnenkomen zonder dat ik de deurbel gebruik. Leuk! Voor de rest heb je een verzekeringsmaatschappij gebaald? Is een creepertje er nog? Nee. Ja, die is hier nog. Gelukkig. Maar er zit wel een groot gapend gat in je grond. Oh, nee. Ja. Maar het onweert nog steeds, hè? Dat weet ja, ik. Maar de max is 2 tornado's en ik heb nog nooit meegemaakt dat 2 tornado's tegelijkertijd spawnen. Eens moet eerst. Ja, nu op! Het zou de eerste keer zijn dat het gebeurt. Auw. 2 tornado's in één opnamesessie. Nou, ik denk niet dat het gebeurt. Dus ik ga heel even naar de knip zoals beloofd. En dan zie ik jullie zo weer terug. En het is weer een mooie dag zonder regen. Nou, dat was even een fijne break. Mm-hmm. Between afleveringen. Waardoor, het is niet op camera te zien. Maar ik wil toch heel eventjes melden. Dat Tommy het weer voor elkaar heeft gekregen om 4 keer dood te gaan. 5 keer. 6 keer. Of niet meer. Heel vaak. Oké, nou, in ieder geval, ik heb hier een leuk bochtje voor. Tornado. Alley. Zo. Ik vind dat wel toepasselijk voor ons dorpje. Tornado Alley. Ik bedoel, als we hier dus zeg maar naartoe gaan, echt jouw huis. Als we dus naar de tornado-banen kijken, heeft jouw huis gewoon al 2-3 gehad. Leuk hè? Dat is leuk. Ja, inderdaad. Leuk. Ja. Ik vind ja. Nou, heb ik zoiets van, ja, ik moet eigenlijk experience farmen, want ik wou dus wel naar achter een kraken aan. Maar ja, het nadeel is, het is dag. Er is hier iemands farm kapot. Ja, dat weten we. Oh. Flashback! Nee, wat een mooi pad hier. Nee, geen flashback! Nee! Ik schiet hem gewoon heel ver weg. Oh, dan ga ik beter niet kunnen. Nou gaat hij exploderen! Nee, op mijn farm! Oeps. Op de farm! Fijn. Mooi flashback. Ja, leuk! Inderdaad. Sorry. En dat moet nog geëdit worden. Graag gedaan. Oké. Ga je nu huilen, kleine baby? That's it. Niemand. Waar ben je? Ik tp gewoon naar je. Oké. Is dat niet cheaten? Dat mag niet. Ik ben God hier, ik mag alles. Nee, want jij bent Stefan toch? Nee, ik ben Zelda player. Zelda player Stefan? Nee, Zelda player 20. Zelda player 20. En ik ben de Tauler! Van Tauler Gaming.
Echt serieus. Yes. Volgens mij heeft Tommy nog een heleboel te leren over acteren. Ja. Ben je nu aan naar mij aan het zoeken? Ja. Oké. Okay. Maar je ging okay. I see you. Ok. Locked on target. Ok. Nee, just kidding. Ja, want ik weet niet eens waar ik ben. Ik vind het eigenlijk best wel zielig. Dit was eerst, oh, zo'n mooie boerderij van... Was dit jouw boerderij? Nee. Waarom ben... Maar als dit jouw huis is, waar is dan het huis van... Oh ja, dat was dit dirt geval. Jee, ik heb een coin gevonden. Mijn farm is aan de andere kant. Ja, oh. Nee, dat klopt. Dit was Dutch Gaming Nation's farm. Alleen daar stond een creeper op en we dachten dat we hem ver genoeg weg hadden geschoten. Maar hij explodeerde recht op de farm. We hebben hem in de farm geschoten. Ja, dat hebben we trouwens net allemaal gezien in die flashback. Die niet nog een keer gaat komen. Oké, okay, dus. Nog een keer. Lama. Hé, nog een coin. Ik haat mezelf, want dan moet ik hem nog een keer laten. Ben je nog zo op de farm, op de farm? Oeps. Farm! Oeps. Je wordt al echt de grote jongen. Mantis, experience! Nee, mijn! Mijn! Nee. Kom mijn! Maar, kom maar! Je bent van mij, mij. Blijf van mijn Mantis af! Ik zag hem. Ik zag hem het eerst! Maar ik zag hem naar jou het eerst. Mijn! Mijn. Waarom? Schrijf je naam dan op. Daar ben ik nou aan het doen. Jee, ik heb experience! Nog niet. Nee. Het is voor mij. Nou, weet je wat? Je mag wel wat hebben vooruit dan. Yes! Hier, pak jij deze maar. De rest is voor mij. Oh ja, heal me. Oh, ga door. Woosh. Ja, ik ben nog steeds... Hierzo is nog steeds die kruising dat die tornado is geweest. Wat hierzo? Deze bij al die bomen half omgekapt. Nou, sorry, maar hier heb je ook een kruising. Je weet wel, net op de hoek van jouw huis. Ja, je weet wel, jouw huis, daar. Hè? Weet ja, je wel, daar. Maar dat hij recht op mijn huis eigenlijk af zou komen. En toen in één keer een bocht maakte tot hij langs jouw huis kwam. En niet langs mijn huis. De eerste tornado, weet je wel. De eerste tornado die we hier toen hebben. Altijd te lullen. Nee, niet weer een flashback! Steen maken. Nee. Moeten we daar geen huis doen? Oh, maar nee! Nee! Andere kant op! Allemaal blazen! Ik blaas! Hef! We zijn inmiddels weer live, geloof ik. Ja, we zijn inderdaad live, want het ding komt geen op mijn huis af! Nee! Ja! Nee! Over dit huis! Wijk af! Neem een hele mooie bocht! Ga naar het westen! Ja! Ik ga naar het westen! Ja! Recht over jouw huis! En de Wall of Fame blijft staan. Yay! Geen dank. Deze dacht je zelf om. Om die. En zo maak je 300 flashbacks in één video. En dat denken mensen dat dat dan grappig is. Ik had het ook in mijn video. Wat doe ik mezelf aan? En ik zeg nee. Ik zou perfect zo'n video maken van mijn stem. Tommy, je had in de vorige aflevering, oh, daar kwam hij ook zo in één keer helemaal mooi aan. Dan hadden we crossover singing in één keer. Komt hij echt zo aan. Hi, Hallo. Weer een flashback? Nee, dat is geen flashback. Nee, dat hoeft niet, hè? Nee. Dat hoeft niet. Worden trapdoors eigenlijk gezien als openingen naar huizen? Ja. Oké. Dus die kun je gewoon gebruiken. Ik ben in mijn huis gewoon naar beneden gegraven. Het is een privé server voor maar 5 mensjes. Ja? Nee, maar dat jullie het weten dat er ineens ergens een ladder kan zitten in een mijn. Spannend, alsof dat wij ook echt nog een mijn ingaan. Ja. Nee. Alleen maar in de stripmine die ik weet niet hoe ver van het dorp af ligt. Oh, by the way, het is nacht. Tijd om te vechten!
ik weet nog wel. Toen jij je headset afviel in de Minecraft. Ik haat jou! Welke aflevering was dat eigenlijk? Dat was toch in de gewone. Als dat in de gewone Minecraft was, dan is dat geen flashback. We hebben een probleem. Ja, dat was in de gewone Minecraft. Dat was in de gewone Minecraft. Dat was hilarisch. Ja, dat klopt, ja. Dat ik in één keer echt zo ging slapen. Mijn hoofd achter de headset die flikkerde toen van mijn toko af. Ik lag helemaal dubbel. Was dat bij jou toen? Nee. Oh. Volgens mij bij gewoon Mike B. Oké. Gewoon Mike. Ja. Wat we gaan doen is slapen. Ja, dat wordt al donker. Slapen. Dat gaat niet helemaal goed. Het gaat niet helemaal goed. Nee, wacht, ik eigenlijk hoor je even niet. Blooper! Jezus! Uh-oh. Okay. Skeleton, sterf! Mr. Taulog left the game. Rage quit! Nee! Now you're looking at that cave and you're feeling kind of brave. Ik ben terug, bijna. Dus ja, Mexico. Ja, om een kortje ding nog langer te maken. Mexico vreten we op. Ja. Mexicano. Ja. Long story short. Precies. Ja, inderdaad. Wij gaan gewoon naar de frieten en dan zeggen we... Maar ik heb Mexicano. Yes. Dat is eigenlijk niet een heel slecht idee. Jongens, nee, voor mij vandaag niet. Nee, dat bewaar ik dan mooi voor zondag. Kijken hoe dat ze dan reageren als je het over Mexicano's hebt. Eigenlijk zou je gewoon zo'n lombre moeten maken en dan oranje. En dan zeggen van ja, wij hebben nou ook een Pokémon als mascotte. Omdat ja, voor de wedstrijd de Mexicano nemen. Hmm. Nee, Ludicolo is dat. Dat is dat B, zeg maar, met wat echt op zo'n... Met, ja, die heeft zo'n heel groot blad en dat lijkt op een sombrero. En die dan oranje maken. Oké. Okay. Nice. Dankjewel voor dat krekelgeluid. Ik haat mezelf in de toekomst. Ah! Dirt creepers overal. Al die blokjes helemaal gewoon misvormd hier. Ja, nou, bij jou woon je in één gigantische ijsklomp en bij mij is het nogal winderig. Wow. Ja. Ik heb rubies gevonden. Dus de groeten. Of hebben de rubies jou gevonden? Ja, eigenlijk wel, ja, want ze houden van mij zoveel. Oh. Nee. Is dat niet zo? Ik denk het niet. Hoe kunnen rubies? Rubies zijn... Die hebben geen leven. Jawel. Nee. Is bewezen. Rubies hebben geen leven. Jawel. Nee, ze halen geen adem. Jawel. Kijk. Nee. Dat ben jij. Imagination. Oké. Okay. Ik word echt helemaal moe van door deze hele tornado alleys doorheen te gaan. Ja, wacht, val elkaar aan. En die epic proportion van Ender Knight versus Ender Knight is bezig. En ze slaan tegen elkaar. Oh nee, ze slaan niet. Ja, ze proberen mij te slaan, maar het lukt ze toch niet. En ze staan hier elkaar te mappen. Letterlijk en figuurlijk. Oké, ik kom er gezellig bij. Ik sla mee. Ik sla even een balletje mee. En Nederland wint! Nou ja, eigenlijk ik tegen Ender Knight. Maar wij moeten niet tegen Duitsland, dus dat maakt mij niet zoveel uit. Oeps. Volgens mij ga ik uitleggen in 3, 2, 1. Jongens. Nee. Ja. Misschien een hele domme vraag. Ja. Maar hoe kan ik van normale steen cobblestone maken? Oh mijn god, serieus? Mag iemand een facepalm? Die vraag komt er gewoon in. Die vraag komt gewoon in die opnames. Yes! Zo. Dit meen je niet! Hij doet er weer in! Hij moet niet uit doen! Nee! Tommy, nee! Hoe ben jij door de selectie gekomen van mensen die in deze serie zou komen? Hoe? Ik krijg nou dadelijk beeld van, ja, serieus, ik weet nog wel meer als Tommy, hoezo zit ik niet in de server. Zulke reactie ga ik nog krijgen door jou. Wees trots op jezelf. Ik ben zo terug, want dan kan ik heel eventjes in de server loggen. Even serieus, hoe maak ik van, ik heb een ding met efficiency 1 of zo, dus ik krijg, als ik stone hak, krijg ik ook echt stone. Hoe nee, krijg ik dat is self-touch. Wat? Oh my god, oh.
Hallo en welkom terug. Ja, na die knip van hoe maak ik van gewoon stone kop. Tommy? Ja? Ik schaam me. Kapot. Waarvoor? Voor jou. Jij gaat mij dus vertellen tot omdat een ding van jou efficiency heeft, dat jij dus als jij stone mined. Dat heeft niks te maken met efficiency. Of silk touch, sorry. En hang ik nou alweer? Waarom? En ik word gelijk op mijn bek geslagen op het moment dat ik weer binnenkom. Mooi, ik bedoel OI. Maar ik heb in ieder geval wel mijn... Don't you dare... Okay. Ik heb in ieder geval wel mijn experience nou, die ik wou hebben. Oh, jij bent een sterkere. Oh, oh. Bring it on, shorty pants. Met je 165. Oh, je hebt ook nog eens een keer regen. Dat is... Oh, nee. 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 Geen fishing rod, nee. Oh, die heb ik ook. Leuk. Te veel respons bij mij in de buurt. Waar ben je? Nee, ik maak hem af. Ik ga mijn eigen dood niet zomaar in één. Zo'n brein van een malloot die denkt hier eventjes mij een beetje in elkaar te kunnen slaan met zijn miserige paarse zwaard. Oh, wacht. Ik heb zelf ook een paar zwaard. Okay. Alleen, het is zo'n nadeel dat hij regen heeft. Want heeft hij regen? Ja, hij teleporteert weg. Ja, regen, dat wil zeggen dat je dus zeg maar helpt, healt zeg maar om de seconde. Maar heeft hij regen? Ja, nou niet meer. Ik heb hem al verslagen. Yay! Zo. Maar hij heeft geen onweer. Dus, dankjewel krekelgeluidje. Daarmee gaan we gewoon vertellen dat we dit negeren. En nee. Met dat heb ik hier... Oh nee, ik heb het idee! Nee! Ik heb de vraag van de duisternis weer gevonden. Daar heb ik helemaal geen zin in. Run! Wat is dat gevaarlijk dan? Wat doet die piramide diamonds dan achter mij? Nee, ik ga het bordje ophangen van de comment van de dag. Maar gingen we nou niet dingetje doen? Dingetje? Kijk eens achter je. Wat? Oh, daar staat de duister. Kijk eens achter mij. Ja. Nou, dat is van de duisternis. Oh nee, wacht eventjes. Jij zei nog iets tegen mij. Jij zei nog iets tegen mij. Don't kill me. Ik heb belangrijke stuff bij. Oké. Zeg dat je er spijt. Zeg dat het je spijt. Sorry. Oké, dus ook je hebt gelijk hier. Kom hier. Laat me je healen. Hield dat dan? Oh. Hield dat dan? Te vertrouwen, hè? Vertrouwen van je staffmembers. Ja, is dat er dan? Ik ga het bordje nou maar ophangen. Aflevering 14. Maar geen dingetje meer? Geen krekken? Nee. Daar hebben we vandaag de tijd niet voor. Maar dat wil ik wel doen. Ja, dat is dan jammer voor jou. Dat gaan we vandaag niet meer doen. Hallo. Oh. Wat was de comment? Ja, daar ben ik mee bezig. Aflevering 14, dank je. En de comment van de dag is gegeven door... ik weet niet, volgens mij stond hij er nog niet bij. Dus ik ga toch nog heel eventjes nachecken. Volgens mij niet. Nee, Brian de Kanter staat er nog niet bij. Dus Brian... de Kanter. En die vroeg... waar... is... Alex? Hier. Nou, die staat hier. Ja. Dus... Alex, ja. Hoi. Nee! Ik dank jullie allemaal voor het kijken. Hoop jullie weer te zien natuurlijk in de volgende aflevering van Let's Do Special Minecraft. Hopelijk gaan we dan wat meer baasjes verslaan. En ik hoop dat jullie deze aflevering leuk vonden. Zoals altijd, heb je een leukste momentje? Laat het weten in de reacties als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Misschien kom je ook wel op deze geweldige muur terecht. Natuurlijk ook heel erg veel plezier met het kijken. Als je een voetballiefhebber bent, Blaze Shadow. Blaze. Dit ben ik niet. Je deed het in het begin. Hi. Zombie. Donder op, ik ben met mijn auto al bezig. Mooi glas. Nee, maar natuurlijk ook heel erg veel plezier met de wedstrijd voor vandaag. Nederland tegen Mexico, dat is ook nog eens een keer vandaag. Dus vandaar dat deze video eerder is geüpload als normaal. Yay!
Laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. En dan dank je natuurlijk voor het kijken. Dit was Zelda Play 20 samen met... Kaashanddoekje. En... Zelda Creations. En... Team Maestro. En... Dat rare beest wat hier vliegt. Doei! Doei! Nederland, oh, oh Nederland, jij bent mijn kampioen. Aie. Waarom draaien we nog steeds? I said hey, what's going? Ja, nee, deze die brengt echt geluk, jongens. Dit is mijn lucky hat voor het EK. Waarom hebben we het nog steeds niet afgesloten? Editor, outro, nu. Snel. Doei. Doei.